Het is 7:15 en Koningsdag begint pas echt in Leiden met oranje tompoezen. En er zijn nog een paar mensen die dat weten. Ik heb niks met roze tompoezen. Dit is 1 keer per jaar, dus vandaar. Een tompoezen is een heel bijzonder gebeuren, want het komt er gewoon op neer. Het is vreselijk moeilijk om ze te eten. En je breekt ze, maar uiteindelijk het blijft er toch in. En als die tompoes erin zit, gaat het Koningsfeest echt van start. Geheel volgens traditie maken burgemeester Lemfrink en zijn vrouw samen met de Oranjevereniging een uitgebreide tour door de stad om overal even bij te zijn. We gaan eerst naar alle wijken en we beginnen bij de Mors, Lage Mors. En daar is uiteraard ook van alles te doen, maar daar gaan we officieel openen met het Wilhelmus en de muziek. Koningsdag is gestart. Ja. U vertelde net aan Klaas Griffioen, dit is wel echt het begin, hè? Ja, dit is superleuk. Vroeger deden we dat wel eens bij het stadhuis, maar dat was altijd heel rustig, was nooit iemand. En hier zit gelijk de stemming er goed in. Dit is superleuk. Heeft u wat kleingeld bij u? Ja, we hebben wat kleingeld meegenomen. Mijn vrouw gelukkig, want ik heb er niet aan gedacht. De wijkvereniging van de Lage Mors vraagt op Koningsdag extra aandacht voor bewegen in de wijk. De wijk gaat verdubbelen qua aantal inwoners. En het gezondheidscentrum blijft eigenlijk gelijk. En dat is natuurlijk heel jammer. Dus we zijn hard aan het maken om te zorgen dat de gemeente zich daar ook mee gaat bemoeien. Dat het gezondheidscentrum blijft en groter wordt en een goede locatie. Op naar de Stevenshof, waar voor het eerst in jaren weer een vrijmarkt is georganiseerd. Het is inderdaad 2018 voor het laatst geweest, 2019 nog wel geprobeerd, maar toen kwam natuurlijk corona en alles. Dus en nu eindelijk kan het weer. En we zijn heel blij met de opkomst. We waren een beetje bang van hoeveel kleedjes gaan er komen. Maar het valt ons alleszins mee en een mooie opkomst. Beduidend drukker is het in de professoren- en burgemeesterswijk, waar Lemfrink onder begeleiding van Jong KNG het glas heft op de verjaardag van de koning. Ranja zonder rietje. Cheers en een mooie Koningsdag allemaal. I am from Greece and I have come for holidays here. And you have the orange tompoes on your shirt? Yes, I must do. I should do because I am in Leiden. Bij de Tomatenstraat is een sportief parcours voor de jeugd uitgezet. Hier zo is bijvoorbeeld fietsen. Daar is ook nog een knutseltafel, eentjes vissen, een grabbelbak. En daar zo kan je nog een... Kippenvangen? Kippenvangen? Dat moet de Oranjevereniging natuurlijk zelf even uitproberen. En ook burgemeester Lemfrink kan de verleiding van de kinderspelen niet weerstaan. Ik ben gered! In de binnenstad is het gezellig druk. Mede dankzij het mooie weer weten veel Leidenaren de vrijmarkt op de Hooglandse Kerkgracht te vinden. En ook op de Breestraat worden goede zaken gedaan. De beste jonge straatmuzikanten worden traditioneel beloond met een gouden petje, dit jaar in de vorm van een medaille. Ik heb viool gespeeld. Een liedje zonder naam en From the New Country, 2 stukjes. Wat vond je zelf nou het mooiste om te spelen? Ik denk het stukje zonder naam. Muziek staat ook centraal bij woonzorgcentrum De Parelvissers. De burgemeester en de Oranjevereniging zetten op de klanken van Hugo en Bianca vrolijk de foxtrot in Polonaise vorm in. Dan roep ik zo, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy, foxtrot met je elastieke benen. En hier,
Na een potje volleybal in Leiden-Zuidwest. Gaan aan het eind van de middag de voetjes van de vloer op de Lammermarkt, waar verschillende artiesten optreden. En van het koningsfeestje trekt het gezelschap naar de kinderspelen bij het gerecht. Er wordt gesprongen, zowel op het luchtkussen als in de Oud-Hollandse zak. Nog een laatste muzikale borrel bij studentenvereniging Quintus en dan zit het programma er voor Lenverink op. Tijd om terug te blikken. 20 jaar Koningsdag, hoe was de laatste keer voor u? Nou, het is werkelijk een geweldige dag. De sfeer is overal ontzettend gemoedelijk. Mensen zijn ontzettend vriendelijk. Er zijn ook een heleboel mensen die hebben opgemerkt dat dit wel mijn laatste keer was. Dat is ook zo. Maar ik heb enorm genoten bij alle activiteiten in alle wijken. Alle rommelmarkten die er georganiseerd werden. De kinderspelen, de optochten, wat ze allemaal gedaan hebben. Superleuk. Ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. En volgend jaar? Ja, volgend jaar dan zoeken we ons eigen pad door de stad. U bent wel een Leider. Ja, ik ben een Leidenaar geworden. Hè? En daarmee lijkt de dag voorbij. Toch heeft de Oranje Vereniging tijdens het afsluitende diner nog één verrassing voor de scheidend burgemeester in petto. Namens Willem-Alexander mag ik je erelid maken van de Oranje Vereniging Leiden. Ja. Ja, superleuk. Dankjewel. Dus waar ben ik nog wel?